Goedendag, welkom bij deze live uitzending vanuit het kantoor van meester Jennifer van Dijk Silos. We zitten hier om te praten over natievorming. Heel belangrijk in deze tijd waarin we leven. Morgen gaat Passie een meeting houden waar ze dus dan gaan praten over dit onderwerp. Met interessante gasten, inleiders. Denk maar aan Raoul Hellings en Karel Breveld. Wordt best wel mooi. Maar hoe kijkt mevrouw Silos zelf tegen natievorming? En in zo'n samenleving waarin we dus dan leven, hoe kijkt ze tegenaan? We gaan uitgebreid op in de materie. En natuurlijk als we moeten uitwijken naar bepaalde zaken, dan zullen wij dat ook doen. Er zijn zoveel zaken op. Hoe gaat het met u? Laag me liggen aan de weg. Ik ben zo rossig vandaag. Ja, ik moet mijn aura peppen. Want er gebeuren zulke depressieve dingen in het land. Ja. En het maakt wel dat we bezorgd moeten zijn en alert. Maar ons niet moeten laten intimideren. En onze mensen wat bewuster maken. Ja. En dat doet passie? Dat doet passie. Wij proberen ze bewust te maken. Dat ze doorhebben wat er aan de hand is. En dat ze gaan begrijpen dat de macht in handen van hun is. Ja. De macht is in handen van het volk. Niet in handen van een regering of een DNA. En doordat ze hun passieve houding al die jaren hebben gehad. En steeds geloofden dat de regering en DNA macht hebben. Hebben ze zelf hun macht uit handen gegeven. En er zijn natuurlijk in de loop der jaren regeringen geweest. Sommigen hebben niet te veel misbruik gemaakt van macht. Anderen hebben misbruik gemaakt van macht. Ja. En het is steeds erger geworden dat we in deze diepe put zijn beland. En nu moeten we eigenlijk zeggen stop en niet verder. Doet passie dit voor de verkiezingen voor van 2025? Ja. Is het dat eigenlijk het doel om... Nee. Passie is eigenlijk opgericht om niet als een kortstondige maatschappelijke beweging. We hebben voor onszelf een imaginaire deadline van 2030 moeten we 80% van het volk bereikt hebben. Ja. Want, hoeveel procent in 2025 denkt u? 20 tot 30, maar dat is het veel. Ja. Dus we moeten heel hard werken. Mm-hmm. En daarom hebben we 2024, volgende week zaterdag, hebben we onze allereerste ALV eigenlijk. We hebben diverse groepen en volgende week zaterdag hebben we een hybride meeting met alle groepen. Met de groep, de Surinaamse passieleden zijn uitgenodigd om fysiek aanwezig te zijn. En dan hebben we een Zoom meeting met het buitenland. Ja, ja. En daar gaan de beslissingen vallen voor 24. Het draaiboek van 24, de strategie van 24. Vanuit de trekkersgroep hebben wij wel de gedachte, we zijn het nog goed aan het formuleren, dat 2024 op weg naar de verkiezingen onze focus gaat moeten zijn op het bewustmaken van de first voters. 1. Waarop moeten ze letten, op wie moeten ze stemmen, bewustmaken van, en ze moeten naar de stembus, van het kiezersvolk, dat ze uit frustratie niet moeten beslissen dat ze thuis blijven. Ja. Ze moeten gaan stemmen. We hebben helaas geen stemplicht, maar een stemrecht. Brazilië heeft een stemplicht, dat vond ik heel mooi toen ik dat zag. Je bent verplicht te gaan stemmen. Maar we hebben geen stemplicht, we hebben een stemrecht. Maar we moeten de mensen bewust maken dat ze het voor zichzelf een mindshift maken. Dat 2025 het einde moet zijn van alle wanhoop, alle immoraliteiten, alle onethische dingen, dat we vernieuwd leiderschap willen. En dat het duidelijk moet zijn dat de politieke partijen die er zijn, alles het een lichte mindshift, maar enige mindshift hebben gemaakt die zinnig is. We willen ook bekijken om een blauwdruk te maken van profielen. Ja. Profielen voor ministers, profielen voor de president, de vicepresident, DNA-voorzitter, DNA-leden, profielen voor de resortraden. Want er zitten ook al te veel analfabeten daar, waardoor er niets van de grond komt voor de regionale ontwikkeling. Ik denk dat ze niet eens beseffen
dat ze de regio moeten ontwikkelen. Mm. Ik denk dat het zo erg is. Want als je goed kijkt naar politieke partijen, zetten ze hun filters, die mensen die propaganda maken, de propagandisten eigenlijk krijgen een cadeautje om een soort raadslid te worden. Ja. Nu moet dat gaan veranderen. Wil je regionale ontwikkeling, dan zul je je goede filters moeten zetten, je geschoolde filters. Voor mij part ook je propagandisten scholen. Dat ze gaan denken in ontwikkelingsvisie, een visie ontwikkelen voor de ontwikkeling, een visie ontwikkelen voor de maatschappij, een visie ontwikkelen voor leiderschap. En dat hebben wij ontwikkeld, niet volledig, raamwerk, maar dat gaan wij verder 2024 naar 2025 okay. doen. Dus helemaal in het licht van 25. Oké, okay, maar hebben jullie eraan gedacht om misschien specifieke mensen binnen onze samenleving te coachen naar de verkiezingen toe, mensen die op bepaalde dus kandidatenlijsten moeten komen? Ik ga je zeggen, binnen passie is die discussie er wel. Oké. Okay. Wij als trekkersgroep kijken naar onze doelstelling en we zeggen, er is eigenlijk geen ruimte daarvoor. Mm-hmm. Omdat we hebben gezegd, we gaan geen stemadvies geven, we gaan ons niet met partijpolitiek bemoeien. We gaan ons met het land en het volk bemoeien. Ja. Maar land en volk betekent ook politiek. Dus we moeten eruit komen. Sowieso. We moeten 4 november eruit komen. Vandaar ook, ik moet de agenda nog samenstellen, maar het debat van morgen ben ik echt mee bezig. Dus dat zal in het weekend gebeuren. Maar een van die dingen is, wat zal passies opstelling zijn? Zullen we mensen identificeren gewoon? Mm-hmm. Die we niet eens benaderen, precies. Maar gewoon zeggen, ik zeg maar wat, kijk naar Gerald. Hij profileert zich zo, zo. Zoeken jullie hem op, motiveer hem. Er zijn manieren, om mensen wakker te schudden. En de vraag is, moet passie dat doen? Is de vraag, ja. Ik met mijn fundamentalistisch gezicht zeg nee. Niet. Maar ik ben er niet uit. Ik ben een democraat om te kijken wat de ALV brengt en wat de trekkersgroep zegt. Maar we hebben passie opgericht met een doel. En als je doel niet hebt bereikt of als je bezig bent met die missie om je doelen te bereiken en je ziet dat je het kan bereiken, maar je moet geduld hebben, want dat merken we ook. De belangstelling in passie groeit. Ja. De mensen verwijzen vaak naar passie. Draagvlak van passie groeit, dan moet je het niet gaan bederven door plotseling je doel te veranderen. Voor mij is het belang van die beweging groter, omdat het belang om het volk bewust te maken groter is dan een incidentele situatie als verkiezingen, dat je doelen dan verlaat. Ik denk vanuit de fundamenten van passie en dan past het bij mij niet. Maar wat wel past, is om mensen hun ogen te openen, ga niet zomaar stemmen. Ja. En dat kunnen we wel doen. Waar past natievorming binnen het geheel? Maatschappijvisie. We hebben gezegd, een land met goed bestuur en alles erin, moet 3 zuilen hebben. Je moet een goede leider hebben. We hebben ook omschreven wat die leider allemaal moet hebben. Het staat in ons document op de website. Die leider moet een leiderschapsvisie dus hebben, een maatschappijvisie en een ontwikkelingsvisie. En het beleid van die overheid moet hierop gebaseerd zijn, dus multidimensionaal zijn. Ja, ja. En daar proberen wij de mensen nu bewust mee te maken. We hebben een trilogie van debatten, dit eind van het jaar, dit is het tweede van de derde. En we hebben gefocust, ook in ons document, hebben gefocust voor wat betreft maatschappijvisie, een beetje de nadruk gelegd op natievorming. Omdat de situatie in Suriname op dit moment is, dat de natie kapot geslagen is door het bijna geïnstitutionaliseerd racisme. Dat is een zwaar woord wat ik zeg hoor. Zuid-Afrika had geïnstitutionaliseerd racisme. Amerika ook, jaren geleden. Maar u zegt bijna, we zijn nog niet zo ver. We zijn nog niet zo ver, omdat het niet geïnstitutionaliseerd is. Het is wel openlijk. Ja. Het is wel openlijk.
Maar het is niet zo dat er wetten zijn, apartheidswetten ja, en zo. Ja, ja, ja. Maar het zou me niet verbazen als we dit niet aanpakken. Wat nu is. Wat nu is, dat het zich daar naartoe ontwikkelt. Dat zie je ook aan benoeming van mensen, welke mensen worden benoemd. Ook al ben je ongeletterd of niet. Mm-hmm. Zolang je maar van mijn volk bent. En dan komt er nog een beperking en je mijn vriend of familie bent. Dus ook dat nog. Dus daar moeten mensen goed van doordrongen zijn. Dat. Maar dat is de schuld van de politiek. Dat is politiek, ja. Begreep je? Begreep je wanneer mensen me vragen, maar waarom bouw je passie niet om tot een politieke partij? Nee. Ik zeg, dat doe ik niet. Ik vind dat ik iets duurzaam moet achterlaten wanneer ik heen moet gaan. Ik weet niet wanneer ik heen ga. Ik voel me wel gezond, laat mensen niet ongerust worden. Maar het is gewoon, je weet, niemand weet wanneer je gaat. En wanneer je een seniorenburger bent, die nog pep heeft en fit is en nog kan nadenken, dan word je ook wel filosofisch. Wat laat ik achter voor die generatie? En dat heeft mij geprikkeld om dit te doen. Voor het land, voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen vooral. Voor het kinderen van de toekomst. Mm-hmm. En wat ook nog meer geprikt heeft, is dat we niet moeten vergeten. En daarom hoop ik dat er echt meer mensen zijn die samen komen werken met ons. Om dit te doen voor dit land. Want we hebben 3 generaties kinderen met het vreselijk onderwijsbeleid wat er was. Dat zijn we kwijt. Dus we hebben voor 30 jaar nauwelijks kadervorming. En het kader dat er is, gaat dood. Is vergrijsd. Ja, ja. Of rent weg. De leeftijd van mijn dochter tussen 40 en 50 rent nu weg. Hè? Echt. Het kader gaat, intellectuelen gaan weg. Mensen als ik die gezetteld zijn, die eenmaal vastgeroest zijn in Suriname. Ik bedoel, je gaat op mijn leeftijd niet meer naar het buitenland op avontuur. Daar ga je genieten van de stranden en zo. Maar je gaat niet in de kamer bij iemand onderduiken en een treinstation gaan schoonmaken of zo, om te beginnen. Maar dat jongere kader heeft wel kansen in het buitenland. Ja, ja. Heel veel kansen. Ja, ja. Tussen 40 en 50, 45, 35, 45 heeft grote kansen in het buitenland. En omdat ons onderwijs nog net was dat die grens, dat de universiteit goede mensen afleverde en zo, nou is het ook weer niets wat afgeleverd wordt. Heel onderwijs van laag naar hoog. Moet op zijn gat, ik denk dat de eerste prioriteit moet zijn, wil je deze natie goed vormen. Wanneer je diverse volkeren hebt, om terug te komen naar je vraag, wanneer je diverse volkeren hebt, we leven in een multiplurale samenleving, dat weten we al lang, dat betekent ook dat er binnen je beleid als overheid, voor je bevolkingsbeleid, en het beleid dat je uitstippelt voor alles en de wijze waarop je naar dat land moet kijken, is dat wil je hebben dat er een eenheid komt, dat die verscheidenheid van mensen, dat is ook een stelling van ons, verscheidenheid van mensen in eenheid moet zijn, dan krijg je bijna automatisch dat je natie gevormd wordt. Nu leven we als losstand naast elkaar. Ja. We zijn, Bouters heeft wat geprobeerd, maar het was nog niet sterk genoeg. En dat is dan ook kapotgeslagen nu. En je ziet ook dat de natie instort. Moraal en fatsoen bestaan nauwelijks meer. Je merkt het in de rechtspraktijk. Mensen van de ministeries denken dat ze godheden zijn. Dat zijn onbeschoft tegen investeerders en particulieren. Het is ongelooflijk hoe ze de particulieren ook wegjagen. Het is echt een bananenrepubliek. Geloof me, ik zeg die dingen niet zomaar. Ja, ja, ja. En de natie is ingestort. Die eenheid, die verscheidenheid die we hebben, is niet in een eenheid. Er is ook geen goed burgerschap, burgerparticipatie nog minder. Iedereen is zo passief. De rechtsstaat is kapotgeslagen, dat houdt de natie ook sterk. Dat je rechtsstaat sterk is. Maar wanneer men dingen in strijd met alle wetgeving, zoals de conversiebestaatsbesluit van laatst. Ik bedoel, als de president zich daaraan schuldig maakt, wat is arme Jennifer en arme Gerald? Wat moeten de burgers doen? Dat is, dat is het model. Dat zien die burgers gebeuren. Dus
We moeten op alle fronten wat betreft natievorming. Voelen Surinamers zich eigenaar van deze natie? Nee. Ja, ja. Want er is geen goed burgerschap. Komen ze op voor Suriname? Nee. Ze zijn de eerste die rennen naar de ambassades van Amerika, Nederland en Brazilië en weet ik veel. Om ons te verraden. Om het land te verraden. Dat doen ze. En... Ja, maar met die... Als de huidige coalitie denkt dat het niet onder hun gebeurd is wat zij deden onder Bouterse, het gebeurt. Want geen enkele ambassade werkt zonder intelligence. Ja. En de intelligence zoeken ze bij het volk. En ze kregen het. Ze kregen het. Ik zal ook niet zeggen welke ambassades bij mij het geprobeerd hebben. En ik heb steeds gezegd, ik ga voor mijn land. Ik kan niet vertellen over mijn land. Ik kan je de problemen aangeven. Maar je moet me niet komen vragen wie, wat, waar, hoe. Dat gaat hij niet doen. Maar met die lezingen, met alle meetings die jullie organiseren, ja. Als passie willen jullie iets bereiken, dat heeft u al aangehaald. Maar ik vraag me af, in hoeverre komt de boodschap door? De boodschap komt, laat me het zo zeggen, niet zo door als ik het gewild zou hebben. Er is een tegengas binnen social media. Ja. Dat kan je merken. Vanuit welke hoek denkt u? Ik denk de VHP is ermee begonnen. Ik denk dat de VHP ermee verder gaat. De VHP, media. Laat me niet zeggen, want ik heb ook geen zin om weer een rommel te horen op comment op hier. Maar we weten allemaal wat VHP, media in de loop der jaren heeft gedaan om mensen kapot te maken. Mm-hmm. Karaktermoord. Ja. En bij mij is het moeilijk iets te vinden. Ja. Ik heb niet gestolen, ik heb niets gedaan. Dus je moet dingen fantaseren die niet kloppen en mensen lachen je uit. Maar wat ze wel hebben gedaan op die launch al, dat is van de VHP media, nou niet mediagroep officieel, maar social media hebben ze direct gezegd, is een verlengstuk van de NDP. Ja. Dat was hun eerste aanval. Ik maak me niet druk om dit soort zieke zielen, omdat ik zeg, mijn daden zullen aantonen of ik een verlengstuk ben van de NDP. Daarop moet men me oordelen en veroordelen. Mm-hmm. Op mijn daden. Niet op, en Surinamers zijn zo gedreven om mee te gaan in die sleur van ophitserij. Dus maar ik doe niets, ik laat ze spartelen. Net zoals ik over een politicus gezegd heb. Laat hem spartelen als een kwikwie aan een hengel tot hij doodgaat. Want iedereen weet dat ik geen auto's van de overheid bij me heb. Mm-hmm. Ik ga die naam niet noemen. Meneer Belfort. U noemt de naam, ik noem het incident. 4 jaar lang. Ja, ja. 4 jaar lang. Maar ik ken het verhaal, heel Suriname kent het verhaal. Laat maar, laat ze spartelen als kwikwies aan een hengel. Ja, tuurlijk. Als je geen boter op je hoofd hebt... Ja. You don't care, laat me geen termen gebruiken. You don't care about it. Omdat je weet dat jouw daden anders zijn. En dat er mensen zijn die je gaan observeren aan de hand van die roddels. En willen ze ook weten, klopt het? Ja. En er zijn gelukkig veel mensen die willen weten, klopt het? Mm-hmm. En dan word je geobserveerd en dan zien ze dat het niet klopt. En dat is voor mij belangrijk. Die mensen die bezig zijn met... En ik weet ook niet... Ik heb pas laatst begrepen... Toen een politicus een beetje diepgaand met me sprak... Over passie. En ik zei maar... Waarom is partijpolitiek zo geïnteresseerd in passie? Eigenlijk help ik ze. Met hun werk. Met hun werk help ik ze. Ja, ja, ja. Want ik ben niet tegen politieke partijen bezig. Ik ben met het volk bezig. De regering krijgt van langs, want ze hebben een bepaald beleid. Kijk niet eens naar welke politieke partij. Ook al was het de NDP-regering, was die het slachtoffer geworden. Want je beleid moet goed zijn, ja. Daarom hebben we je daar gezet. Niet om rotzooi. Dus al was dat Bouterse de derde keer gewonnen, dat hij nou die klappen gekregen van me. Weet je, want het gaat om het beleid en het gaat om het volk. En dus ik maar, wat is het gevaar dat politieke partijen zien? Er zijn 2 dingen gezegd en ik was even stil. De persoon heeft gezegd,
doordat het Jennifer is, die coördineert. En dat wist ik niet dat ik dat was. Of ik weet het niet, ik zie mezelf niet zo. En Jennifer een influencer is. Maar dan is het een natuurlijke influencer. Ja, ja. Want ik zie mezelf niet als influencer. Maak dus dat mensen gaan praten, er ontstaat draagvlak. En je rationaliteit en onderschat je OKB werkt niet. 80% van dat is waar, je bent iemand met gewicht. 80% van dit volk heeft vertrouwen in je, onthoudt dat. En dat zien politieke partijen als een groot gevaar, omdat ze denken dat ik plotseling 2 maanden nog voor de verkiezing op een kandidatenlijst kom. Ik kom niet op een kandidatenlijst. Absoluut niet. Dat kan ik nu al gillen van de daken. Ik ben een seniorenburger. Al lijk ik niet op één, maar ik ben één. En al ben ik vitaal als een vijftiger. Maar ik ben een seniorenburger. Houd er rekening mee. Ja, en ik zeg, wij moeten overdragen onze kennis aan de jongeren die moeten overnemen. Mm-hmm. Niet wij moeten het doen, ik wil niet beter. Daarom vind ik het heel jammer dat Passie tenminste dat nog niet heeft om specifieke mensen binnen de samenleving te pakken. Pap, 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 pap. We gaan jullie coachen, het maakt niet uit vanuit welke politieke partij je bent. Wij coachen jou om Suriname over te nemen. Dat zou het echt zou mooi zijn. Het maar zou echt mooi zijn. Ik ga het meenemen in die ALV. Misschien moet u dat meenemen. Ja, 4 november, volgende week van zaterdag hebben we de ALV. Ja. Ik ga het meenemen, want mensen in Passie, leden van Passie, die denken ook zo. Ja. En ze worden ongeduldig. En soms, als je die discussie ziet, zie je soms een klein verwijtje naar de leiding van Passie. Maar ik vind, je mag je mening geven. En, maar later, je bent gekomen toen de doelen er waren. Het waren geen andere doelen. Dus je moet niet komen en denken, ik ga even een andere rol spelen. Want dan maak je mij recalcitrant. Mm-hmm. Dus we moeten heel goed erover praten binnen Passie. Maar de mensen vinden het wel een prachtig idee. Iemand zegt een prachtig voorstel, Gerald. Mensen vinden het. Maar ik zag bijvoorbeeld Hellings op jullie lijst als inleider. Ja, hij is ook een Passielid. Oké. Okay. Hellings is van Passie. Oké. Okay. Hij maakt alleen weinig reclame voor ons. Ik dacht jullie gaan hem pushen om iets te worden. Nee, laat me dit ervan zeggen. Ik ben eerlijk, want ik heb het ook zo verwoord naar Raoul. Toen we dit aan het organiseren waren, toen zei ik in de debatgroep, de organisatiegroep, van we hebben een vriend die de politiek in wil. Zijn eerste interview bij Limbo, een paar weken geleden, waarin hij zei, ik denk aan de politiek. Ja. Ik zeg, hij is een Passielid, laten we hem het podium geven. Mm-hmm. Hij is van Passie, mijn loyaliteit naar dat Passielid maakt dat ik hem het podium wil geven, dat hij zich kan profileren. Ja. En hij wil de politiek in en het volk ziet hem. Ja. En het volk ziet dat je niet alleen te maken hebt met de boze Hellings die aan het schelden is, maar ook eentje is die goed kan doordenken over een aantal dingen. Ja. Hij moet zich gaan profileren dat hij acceptabel is voor iedereen. Ja. Dat was mijn argument. Mm-hmm. En toen heb ik hem gebeld. En toen zei ik, wil je wat vragen? Je bent een Passielid, dus ik vind eigenlijk dat je verplicht bent om je vragen. Ja. Je bent niet druk. En je weet wie Hellings is. Hij luistert en hij zegt, ja ik wil. Hij is een man van challenges. Dus hij heeft die challenge genomen. Ik ga niet vooruit lopen op zijn inleiding, maar ik kan je zeggen, zijn inleiding is top. Sterk. Ja, ik heb het natuurlijk al gezien. En ik hoop echt, want kijk, wanneer Hellings praat, praat Passie. Mm-hmm. Zo mag je het ook zien. Ja. Het is een lid van Passie. We hebben nu ook meer 2 Passieleden in ons panel. Humphrey Bent en Ruben Del Prado zijn ook van Passie. Allemaal topmensen, hè? En Dave niet. Dave niet? Dave van Aarde. Dave van Aarde is er ook bij. Maar Dave van Aarde is in feite, ik zeg niet dat hij een nieuw alternatief is, maar is wel die alternatieve figuur die je ook moet hebben. Mm-hmm, mm-hmm. Om die change te brengen. Ja. Snapt u?
En daarom is Dave erin. En Dave komt terecht uit en hij gaat echt, ik denk wel dat hij, hij heeft ook een hele leuke stelling en ik weet zeker dat hij inderdaad mensen gaat laten nadenken. Weet je wat ik gezien heb? Jullie hebben niet zomaar passie opgericht, maar jullie hebben nagedacht. We hebben nagedacht. Ja, dat zie ik. Want ik zie die Messia-puzzel toch? Van hoe jullie zaken organiseren en zo. En ook Karel Breveld, die gaat ook spreken. Die gaat ook spreken. Hoe zijn jullie gevallen op hem? Oké, wij hebben gezegd bij het eerste debat, gaan we politieke mensen vragen. Toen zei ik, de grote partijen zeker niet. Laten de kleine partijen wel een podium geven, waardoor ze zich kunnen profileren. Dus bij het eerste debat had je in het panel DA91 en PANU. Ja. Karel is voldoende daar. Mm-hmm. Maar Karel is een goede spreker. Karel is een goede spreker. Heel goede spreker. En ook een goede analyticus. Ja, ja, ja. En zijn inleiding is ook zo prachtig. Dus ik hoop van harte dat het weer zo druk wordt naar Roberto als de vorige keer. Dat hoop ik. Ik was er ook. Ik hoop het. We hebben geboosterd. We hebben veel propaganda gemaakt. Ja, ja. En Merit is open voor ieder. Dus. Maar we livestreamen ook op onze FB. En dankzij de sponsoring van DTV, dat wil ik wel erbij zeggen. Weet je wat ik mis? Ik wist niet, heb ik het niet goed gezien. Maar waarom is het niet zo dat jullie die leiders die we nu hebben, waar we zien dat nazi-vorming, niet echt. Daar, nee. Waarom nodigen jullie ze niet uit om te komen horen hoe de burgers denken over weet je hoe onze persoonlijke uitnodigingslijst eruit ziet? Alle politieke partijen hebben een uitnodiging gehad. Maar niet de president, niet de vice-president, nee, niet de minister? Nee, de functionarissen niet uitgenodigd. Waarom doet u dat niet? Omdat we met het volk willen praten. Ze zijn deel van het volk. Nog hun partij ook. Al die president is voorzitter van zijn partij. Hij kan komen. Hij krijgt wel de presidentiële behandeling natuurlijk. Sowieso. Dus als hij zegt ik wil voor de VHP komen en hij meldt zijn protocol en hij meldt mee, maken we echt plaats voor hem. Maar deze partij gaan nog En voor de vicepresident geldt hetzelfde. Hij is voorzitter van ABOP. Ja. Maar ik zeg het omdat deze partij, ze zijn er. Ze zullen voor een tijdje nog blijven. Ja. En ze kunnen onze nazi-vorming super beïnvloeden. Ja. Dus daarom moeten we ze toch wel betrekken, vind ik. Nee, ze zijn betrokken. Ze zijn betrokken. De functionarissen zijn... Kijk, ze zouden nooit... Misschien moet ik dat niet zeggen. Misschien ben ik bevooroordeeld, onder voorbehoud. Zeg ik het. Ik verwacht niet dat als ik ze persoonlijk had uitgenodigd als functionarissen, dat ze zouden komen. Ze hebben echt een hekel aan me. Ze kijken op meneer eigenlijk. Het gaat niet om u, het gaat om passie. Maar het gaat om passie. Naar het volk. Maar ik ben passie. En ze kijken naar u. En ik heb veel kritiek op ze dus. En maar dat moet niet... Ik merk aan veel dat ze niet eens prijs stellen op mijn deskundige adviezen. Ja, ja, ja. Dus ik vind niet dat ik passie zo ver moet laten glijden. Mm-hmm. Om functionarissen uit te nodigen die niets van je willen. Ik nodig wel die maatschappelijke mensen uit, politieke partijen, ASFA, VSB, BINI, Bankiersvereniging. Ik ken ze niet allemaal uit het hoofd. De vakbeweging heb ik ook uitgenodigd. Oh, nice, nice. Die was er vorige keer, schitterde iedereen van afwezigheid. En die heeft ze weer uitgenodigd? Ik heb ze weer uitgenodigd. Deze keer heb ik de politiebond ook uitgenodigd. Oh, nice. Ik zei aan Raoul, is toch wel leuk als de bond van jou, waar je voorzitter van was, aanwezig is. Wat denk je ervan? Hij vond het leuk, dus die heb ik dan ook uitgenodigd. Ik heb een aantal individuen persoonlijk uitgenodigd, waarvan ik zeg dat zijn toch wel denkers, mensen. Maar die waren niet zoveel. Maar de tijd, hoe lang zijn jullie bezig? Want ik was de vorige keer daar. Ik wilde zelf een vraag stellen, maar het kon niet meer. Kon niet meer, nee. Ja, hebben jullie daarmee rekening gehouden? Deze keer wel. Kijk, de vorige keer hadden we... Ja, we vonden ook dat... Eigenlijk achteraf zie je zwakke punten. Ja, je verbeterpunten. Dus nu is het anders gestructureerd. De twee inleiders zijn direct na elkaar. Mm-hmm.
En dan krijg je het panel. En dan heb je de discussie en dan komt die pauze. Oké. Waardoor we ongeveer een bijna 3 kwartier aan tijdruimte hebben gewonnen. Voor discussie met het publiek. Alleen, tussendoor is er geen pauze. Maar ze altijd wel een drankje zijn als iemand dorst heeft dat hij even opstaat of zo. Ja. Maar en aan het eind heb je dan je snacks. Hè, ja, inderdaad, inderdaad. Daardoor hebben we gewoon moeten kijken hoe het loopt. Ik hoop dat het goed loopt. En want, kijk, de eerste keer, ik vind ook dat het Surinaams publiek zich gedisciplineerd moet gedragen. En nu hebben we een paar dingen ingebouwd, de automatische time-out. Oké. Okay. Ja, tuurlijk. Als mensen vinden dat ze eerst een college moeten geven voordat ze een opmerking kunnen maken. Of een vraag. Ja, of een vraag stellen, dan zijn je minuten op. Alle DNA. 3 minuten. Dus nu hebben we een automatische time-out. Okay. Je stelt je vraag. Je hebt 3 minuten de tijd om je vraag te stellen en te onderbouwen. En dan komt het antwoord. Hmm. En 3 minuten is lang, hè? Voor een vraag stellen wel. Is lang. Is lang, ja, voor een vraag stellen. Inderdaad. Is lang. Inderdaad. Maar je wil ook, ze willen ook discussiëren, toch? Dus je moet ze die ruimte geven. En ik moet vandaag even goed praten, want het is voor hem. Als er een mooie discussie is, moet er niet getime-out worden, toch? Want het is die discussie die dan in leven gaat maken. Dus we moeten even met elkaar afstemmen wanneer we de time-out even uitschakelen. Mm-hmm. Zeker bij een goede discussie. Laten we zeggen, wie vind ik echt zo prettig? Ik discussiëren als zo iemand weer in de zaal is. Henk Ramnandelal vind ik iemand die. En hij is bezig, laat me zeggen, met Ruben Del Prado. En dat ding gaat lekker. Mm-hmm. Dan moeten we geen time-out hebben. Dus dan maak je er misschien 5 minuten van. Weet je, ik zeg maar wat. Dus dat soort policy dingen moeten we nog afspreken. Maar de derde, laat me het direct zeggen, want die is vrij snel weer, is op 6 december. Oké. Okay. Dus wordt de trilogie afgesloten met een paneldiscussie, een debat, paneldiscussie over ontwikkeling. Oh, nice. Dat wordt volgens mij het meest spannend. Ik vind maatschappij al spannend, hoor. Ja. En leiderschap was ook spannend, eigenlijk. Maar natievorming kan ook heel spannend worden. Ja, het gaat heel spannend worden. Maar die inclusiviteit gaat echt benadrukt worden. En we willen dan in maart een echte battle-debat hebben. Groepen tegenover elkaar, toch? Dus ik ben nu op zoek naar een professional die ons voor een zacht prijsje wil helpen organiseren. Daar heb ik totaal geen ervaring in. Ja. En het moet een projectje worden, want je moet een grote zaal hebben. Hoe financieren jullie? Wat zeg je? Niemand. Hoe financieren jullie trekkersgroep, de trekkersgroep. Jullie zetten zelf geld? We zetten zelf geld tot op dit moment. Maar voor dat debat van maart gaat het ons niet lukken. Dan heb je veel meer geld nodig. Ja, inderdaad. Omdat je zoveel dingen moet installeren, omdat het ook veel hybride gaat zijn. Je gaat ook mensen van buiten hebben die deel gaan nemen in dat debat en zo. Mm. En dat is het debat dat zich vooral gaat concentreren op het resultaat van deze trilogie. Plus, wat moeten we doen voor 25 mei? Dus de gegevens hiervan, de gegevens van de ANLV. Dat moeten we gaan verwerken in ons document waarover het debat moet gaan in maart. En dat debat moet iedereen stimuleren. Iedereen stimuleren om te gaan stemmen. Daarom gaan we ook, heb ik gezegd, we gaan veldbezoeken moeten maken. Ja. We gaan ook naar de ghetto's moeten gaan om het volk uit te leggen. Jullie moeten ook ghetto-mensen hebben in jullie passie. Dus in passie belden de ghetto mensen zich niet aan, maar dat wil niet zeggen dat we geen oog voor ze hebben. Ja. Dat we geen oog voor hun problemen hebben. Mm-hmm. Ze behoren tot het volk van Suriname. Mm. En daarom ga ik dus, nou ik, we moeten groepen maken die naar het veld gaan om de mensen te overtuigen dat ze moeten stemmen en op wie ze moeten stemmen. Ja, dat is wel onze taak. Ja. We gaan, en daarvoor zijn ook fondsen nodig. Dus ik moet een project ook maken daarvoor. Want ik bedoel,
Jennifer van Dijk, Silas, Milton, Kaster gaan niet alles kunnen betalen wat we willen ondernemen. En dus ik moet een project maken en kijken in hoeverre we donoren kunnen vinden. Ja, je zegt, jullie gaan mensen dus dan een beetje wijs maken hoe ze moeten stemmen en op wie ze moeten stemmen. Jullie passie is opgericht in deze tijd, ja, met dit beleid. Kunnen we nu alvast zeggen dat passie nooit zou adviseren van hey, stemmen jullie op de huidige regeerders? Ik mag dat stellen en waarom? Eén, omdat ze niet zullen voldoen aan het profiel dat we gaan maken. En twee, we gaan ook geen stemadvies geven. Oké. Okay. We gaan ook geen stemadvies geven. Maar mensen zodanig sturen? Dat ze dus je gaat de mensen proberen te sturen op objectieve gronden waarom je niet moet stemmen. Je gaat naar het resultaat, ga je aantonen wat het resultaat is geweest. En dan moeten ze weten op wie ze gaan stemmen. We willen ze ook leren dat ze, wat je van een leider mag eisen. Wat kan je van Santoki eisen, wat kan je van Bouterse eisen, wat kan je van, laat maar even die drie grote noemen. Brunswijk. Wat kan je van Brunswijk eisen, als lid van deze partijen. Je hoopt dat je doordringt tot de leden van de partijen, want we weten uit ervaring dat leden van politieke partijen eigenlijk geconditioneerd zijn om bang te zijn en schaapachtig te zijn. En daarom worden ze gemeen. Want ze mogen niet praten, want als ze niet praten, iedereen die in een politieke partij gaat, heeft een legitieme wens om in het bestuur van het land te komen. Anders ga je niet in een politieke partij. Wanneer iemand dat toont, in alle openheid en zijn eagerness toont, of haar eagerness, dan zie je dat grote groepen van ook de leider, ze zien als vijand, als concurrent. De politieke leiders kweken ook geen leiderschap binnen hun politieke partij. Ze kweken schapen die ze kunnen manipuleren. En misschien heb je uitzonderingen als een Patricia Etner. Want ik kan me niet voorstellen dat Patricia Etner als een schaap achter Gregory loopt. Dat is iets wat niet bij het mensbeeld dat ik over Patricia heb past. Maar het kan. Je weet niet wat intern gebeurt, you never know. Maar naar buiten toe, dat mensbeeld lijkt me niet, maar goed, het kan. Want ze hebben altijd een walgelijk argument om hun passief gedrag te rechtvaardigen. Je kent dat woord, partijdiscipline. Maar dan nog zie ik een passie niet gewoon zeggen van, ik zou kiezen voor de NPS. Ik doe... Een prominente figuur bij de passie zegt dat gewoon. Hij mag, is een vrije wil. Maar passie heeft hem niet gestuurd. Passie gaat hem ook nooit sturen. Maar ja, u ondersteunt de leden van passie in alles, of niet? Er zijn grenzen. Het is Raoul's privéwens om een NPS te kiezen. Hij was eigenlijk zou je hem adviseren om voor de NPS te kiezen? Als hij een advies zou moeten geven aan Raoul. Want hij noemde drie partijen, hè? Doe A20 en de NPS. Zou je me adviseren? Als ik naar deze drie kijk, je laat politieke partijen hekel aan me krijgen. Er is wel eentje waarvan ik zou zeggen, doe dat. Maar geen NPS dus? Ik ga geen niet zeggen. Het is passie zoek geen ruzie met politieke partijen. Maar u praat in de hoedanigheid van mevrouw Jennifer van Dijk Silas en die van passie. Ik zal je na de uitzending zeggen. Maar niet in de uitzending. Nee, kijk, ik wil geen vijandschap vanuit politieke partijen creëren voor passie. Ja. Niet dat ik bang ben, ik kan het zeggen. Uit die drie schiet er eentje uit. Zeker weten. Maar ik ga het niet zeggen omdat ik een vijandigheid creëer voor mijn eigen beweging. Ja. En dat ga ik niet doen. Maar zou je persoonlijk, ik bedoel persoonlijk... Ik kan Raoul persoonlijk Raoul, ja. Zeggen, ja. Ja, ja. Als mattie van hem. Ja, als lid van passie. Als lid van passie voel ik me vrij genoeg om hem om te zeggen, hey, denk het over nou. Kijk ook naar die. Ja. Weet je, in een 101. Ja. Als hij de prijs opstelt, want ook intern laat je de mensen vrij naar welke partij ze willen gaan. Inderdaad. Net zo als je zegt Suriname, je bent vrij om te doen wat je wil. Hetzelfde geldt ook intern. Omdat we
principieel niet partijpolitiek gericht willen zijn. En dat beleid is er ook intern. Weet je? En dat was in het begin was wel lollig hoor. Want in het begin was die groep nog niet zo één. Dan had je echt van die rare discussies hoor. Maar ik proef bij u, hè. Kijk, ik denk dat u deze drie partijen wil beschermen. Want als bijvoorbeeld de VAP in die lijst zou staan, zou je gewoon direct zeggen... Ik zou gewoon zeggen, ze zijn al gek geworden. Kijk naar het beleid. Precies. Precies. Maar bij deze drie wil u niet zeggen. Ze zijn niet schuldig aan het beleid wat we nu hebben. NPS ook niet. NPS natuurlijk voor een deel. En ook nu, ze neemt voor hun misschien keiharde standpunten in. Voor mij neemt ze slappe standpunten in tegen dat beleid. Dus het lijkt alsof ze nog bij dat beleid hangen. En, ik verlang eigenlijk naar ander leiderschap. Ja. En ik ben niet overtuigd dat de huidige leiders van de politieke partijen die mindshift gaan maken. Daar ligt het. Daar ligt het. En laten we eerlijk zijn, ook bij die kleine partijen, als je goed naar ze kijkt, de buitenparlementaire, zie je ook geen, moet je ook niet te veel veranderd leiderschap verwachten. En de discussie soms, welke nieuwe link gaan we identificeren? Welke Macron voor Suriname gaan we identificeren? En ik maakte een keertje in een meeting, we waren gewoon los vast aan het babbelen in die meeting. Zei ik, weet je, als er iemand staat als een Macron, en denk ik dat ik eruit stap en ik ga schouder aan schouder met die Macron het veld in. Het draagvlak wat ik heb, ga ik aan hem overdragen. Ja, heel belangrijk. En dan nog laat ik passie erbuiten. Ziet u wat ik zeg? Ja. Omdat ik respect heb voor die organisatie die ik heb opgericht. Ik ga die organisatie nooit breken zoals sommige mensen het willen breken die ooit bij passie hebben gezeten. U gaat op je doel af. Mevrouw Silas, informatie over morgen. We gaan eruit. Wat gebeurt er allemaal morgen? Pap, 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 pap. Morgen hebben we debat. De twee inleiders gaan hun dingen houden. Ik wil niet inhouden, anders is het niet meer spannend morgen. Mm-hmm. De panelleden hebben hun stellingen. En er moet een levendige discussie komen. En ik hoop dus daarom dat de politieke partijen aanwezig zijn. Vooral de politieke partijen, weet je, vooral met de verkiezingen. En daarna zullen we ook dit meenemen, evalueren weer. En dan na morgen is het direct met de organisatie van 6 december beginnen, want dit is kort dag. En dan kunnen we eindelijk een beetje rusten in december, maar intussen moeten we ook het raamwerk voor maart hebben. En die is een zware. En ook de professional vinden die ons wil helpen, gratis, als het kan. Daarmee. En ik hoop dus dat deze drie debatten, en ik heb gezien dat het debat 1 invloed heeft gehad op politieke partijen die vooral een soort alternatief leiderschap willen etaleren. Zelfs de president doet het ook. En mensen praten ook zo erover. Dus dit debat hopen we dat het weer zo invloed heeft. Dat is die bewustwording. Het gaat eraan omdat we tegengas hebben. Ze zien ons als politiek, daarom. Maar ik denk dat ze het gevaar zien dat ik of passie zoveel invloed kan hebben dat inderdaad het kiezersvolk wegzweeft naar andere partijen. Dat is het grote gevaar wat ze zien. Okay. Maar dat hangt van hun af. Dank u wel voor het willen afstaan van het interview. Graag gedaan. Rijdt u niet langs de combi weg hoor, want dan ziet u de bouwwerkzaamheden nog steeds van... Ga ik me opwinden. Ja, moet u niet doen. En dan kom ik weer bij je schelden. Vanochtend was ik daar en ik zei dat ze het gewoon doorgaan, door de minister gisteren zei van... Dit is toch die mensen zijn ongeloofwaardig. Het zijn leugenaars, dat mag je nog opnemen. Ze zijn ongeloofwaardig. Ah. Hoe vond je de president? Geef me alle documenten van de bouw, het wordt gestopt. De president mag zich ook steeds belachelijk. Ja, ja, ja. Weet je? Maar goed, dank je, Gerald. Oké, dankjewel, mevrouw Silas. En zo hebben wij gesproken met mevrouw Passie. Dat is mevrouw Van Dijk Silas over de meeting. Het is een lezing, toch? Het is een panel discussie. Een panel discussie. Morgen in Marriott
De inleiders zijn Karel Breveld en Raoul Hellings. Tot morgen, want ik denk dat wij ook op de pitch van FB van Passie zullen de live beelden gebracht worden. Maar goed, ik ga eruit. Ik ben Gerald Harderwijk. Roberto Ormskerk, blijf de cameraman, de beste van Suriname. Tot dan.